In Geldermalsen is een schuur achter een vrijstaande woning in vlammen opgegaan. De brand aan de Tielerweg werd rond 12:15 in de nacht gemeld. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het pand. Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. De schuur kan als verloren worden beschouwd. Het naastgelegen huis liep geen schade op.